ben Jayden. En ik ben Zena. En vandaag gaan we vrienden. Ik weet niet wat dat is. Ik weet wel wat het is, ik doe het buiten. En ik ben benieuwd of we deze les gaan leren. Vrienden is een hele mooie sport, vind ik zelf. Want je mag ook je eigen dingen verzinnen hoe je het doet. Dus ja, laten we beginnen. Ik ga jullie wel een aantal basisoefeningen meegeven. Ja. Die gewoon super handig zijn om te gebruiken bij freerunning. En die ook niet zo heel moeilijk zijn, die kunnen jullie aan het einde allemaal. Bij freerunning heb je ook heel veel kracht nodig. Want je moet natuurlijk wel sterk genoeg zijn om je eigen lichaam te kunnen dragen. En want ja, je doet natuurlijk veel, je gebruikt veel met springen, je gebruikt je armen, je gebruikt eigenlijk heel je lichaam. Daarom gaan we een aantal krachtoefeningetjes doen. Alleen deze oefeningetjes, die doen we allemaal met ons eigen lichaamsgewicht. Zorg even dat je dit kan doen en niemand raakt. Dat je dit doet en dat is. Zoals in de Ga door. Kom op, springen. Open. Ik moest over de kast heen springen. Dit gebruik je bij de freerunnen. Omdat je makkelijk dan over obstakels heen kan springen. Yes! Kijk mij doen, Aya! Wat was je net aan het doen, Imran? Gewoon springen, challenge aan het doen. Maar voor wat is dat belangrijk bij het freerunnen? Het is eigenlijk gezond voor je en je lichaam krijgt meer spierpijn. En als je spierpijn krijgt, is dat goed voor je. Hallo Jayden, wat was je net aan het doen? Aan het freerunnen over de banken heen springen. En waarvoor is dat belangrijk bij het freerunnen? Zodat je met twee voeten sowieso daar zo kan springen. Maar ook met één voet. Maar waarom is het belangrijk bij het freerunnen? Om je evenwicht te kunnen houden, om hier gewoon te kunnen stoppen en snel verder kunnen zijn. Oké, dankjewel. Als eerst moest ik van deze blauwe lijntje naar de gele lijntje springen. Wil je dat voor ons laten zien? Oké. Hoe heb je het dan verder geleerd? Toen ging de meester me helpen door een hand te geven. Nee. Hoe voelde het? Nee. Ik was blij dat het eindelijk kon. Kan je dat laten zien weer? Oké. En wat is freerunning? Freerunning is eigenlijk zo mooi mogelijk van de ene kant naar de andere kant gaan. Oké. Dus eigenlijk een parcours afleggen met je zo mooi mogelijk en creatief mogelijke tricks. En wat voor tricks doet hij dan? Dan kan je denken aan salto's en manieren waarop je een kast overgaat. Oké, en wat vindt u ervan? Ik vind het superleuk. Ik doe het al bijna 7 jaar. Geeft u ook andere les? Ja, ik geef ook andere les. Ik geef workshops. En je kan me volgen op Instagram. One Movement. Aankleden. Ik was die al. Hey. Ja, ga maar nu. Aankleden. We zijn er weer. En de les was heel erg leuk. Ik vond het echt super cool. En we hebben veel. Ik heb zelf geleerd meer over kunst en cultuur. En ik heb leren durven. En Zeen heb ook. Ik was eerst heel erg bang om van de plank af te springen. Maar nu durf ik het wel. En ik voel me blij daardoor. Vergeet ook niet een duimpje omhoog te geven en te abonneren op ons kanaal. Want we komen nog met veel leukere video's eraan. En ik hoop dat jullie onze video leuk vonden. Dus,